Ik sta hier in het dorp en zoals u weet mogen de winkels alweer deels open. En nou vraag ik me af of de Zandvoorters al een beetje gewinkeld hebben. Welkom bij het straatgesprek. De winkels zijn natuurlijk alweer deels open. Heeft u al gewinkeld? Nee. Ook geen plannen om... Nee, ik heb er ook geen plannen. Ik vind het wel heel sneu voor de winkeliers. Dus mm-hmm. Ik gun ze alles. Maar ik wacht het nog even rustig af. Oké. Alleen met heel hoge nood dat ik echt niet eronderuit kan dat ik iets moet hebben. Nou, ga ik daar gebruik van maken. Maar vooralsnog niet. Die tijd komt wel weer. Ja. Want de winkels zijn natuurlijk al deels open. Ja. Heb je al gewinkeld? Ja, net. Oh, net? Ja, net. We hebben net gewinkeld. En hoe was dat? Is het allemaal oké? Okay? Ja, raar. Zo leeg, zo stil. Ja. En je loopt er eigenlijk in je eentje praktisch rond. Dat is wel lekker. Vind je erg. Geen rijen bij de kassa, zeg maar. Geen rijen bij de kassa's. Nee, het is wel heel raar om te doen. Ja. Ja. En waarvoor ben je gaan shoppen? Of is dat... Bij de goede sokken. is ook nodig. Ja, het zijn heel belangrijk. Daarom. De winkels zijn natuurlijk alweer deels open. Ja. Heeft u al gewinkeld? Ik ga net winkelen, maar de apotheek is altijd open en daar moet ik heen. Oké, dus dat is geen afspraak. Hoeft u niet voor te bellen? Of... Nee, maar ik ga daarna naar de ijzerwinkel, hier verderop in Zandvoort. En daar heb ik voor gebeld. Ja, dus dat moet wel op afspraak. Dus dan kan ik met een half uurtje kan ik daar zometeen, is mijn tijd... om mijn bestelling op te halen. Dus kijk, dat gaat goed. Helemaal goed. Oké, dus dacht ik daarna kom koffie te gaan drinken op het terras, maar helaas dat... Dat gaat hem niet dat worden. Dat kan dus nog niet. Daar nog wel even op wachten. Ja, dat gaan we dat maar doen. Als de zon dan gaat schijnen, ja, dan zijn we allemaal weer blij, denk ik. Hè? Dat denk ik ook inderdaad. Ja. Jullie staan buiten de winkel natuurlijk. Maar hebben jullie zelf al gewinkeld, nu dat het weer mag, een beetje? Jazeker. Oh ja, wat heb je? Ik ben weer voor kleding gaan kijken. Was brood nodig. En ja, gewoon. Ik hoop dat de cafés wel snel open gaan, want dat mis ik wel heel erg. Maar ja, de winkels, zoals Albert Heijn en dat soort dingen, ben ik wel gewoon geweest. Ja. En nu de kledingwinkels weer open gaan, ga ik zo nu en dan nog wel eens shoppen. Dus je hardverdiende geld is weer weg, zeg maar? Of valt dat wel nou, mee? Nou, dat was al met corona weg. Oh. Dat gaat er heel snel doorheen, door de vrije tijd en zo. Nou, vrije tijd niet heel veel. Maar doordat je niks te doen hebt, gaat het geld er echt snel doorheen. Ja, waar gaat het aan op dan? Drank. Drank vooral. Drank, dat zeg ik. Ja. Ik ben van... Ja, weet je, ik heb normaal... Tenminste, ik heb de hele tijd geen school gehad. En nou, 2 uurtjes online les. En op een gegeven moment, ja, je gaat met vrienden wat doen. Nou, dan kwam het ijs kwam, sneeuw kwam, nou, dan ga je toch weer bier halen en sterke drank. En dat bleef eigenlijk telkens zo doorgaan de hele coronaperiode. En de winkels zijn natuurlijk weer open, een beetje. Een beetje, ja. Bent u al gaan winkelen? Nee, niet echt. Nu alleen eventjes omdat ik echt wat nodig had, maar echt winkelen, dat gaat nog niet. Ik doe het niet op bestelling. Nee, en ook nog niet aan het plannen om te gaan winkelen ergens? Nee. Heb je al geshopt ergens? Nee, niet. Ook niet in de toekomst? Ik ga denk ik wel even een afspraak maken om te gaan shoppen. En wat ga je halen? Ik denk een paar kleren. Maar, is het weer hard nodig? Dat weet ik nog niet, ja. Ja, precies. En wat verwacht je als je gaat shoppen op die manier? Ja. Maar wat je gaat zien of aan gaat treffen? Ik denk lege winkels. Misschien 1 of 2 man die ook gaan shoppen. Door dat je ook moet bellen of afspraken als het goed is. Mm-hmm. Ik vind in ieder geval niet te wachten bij de kassa, dat is wel fijn. Nee, dat is wel. Heeft u al gewinkeld? Nee, eerlijk gezegd nog niet. Nee, nee. Ik heb al mijn spullen nog thuis staan, dus ik hoef eigenlijk niet zoveel te halen. Oh kijk, u heeft gewoon alles nog. Ik heb alles in huis. Maar dus ook niet toekomstplannen om even te gaan winkelen ergens? Nee hoor, nee. Ik laat het op zich gelijk over me heen komen. Is het beste wat er is. Toch? Dus nog even wachten. Lekker vrolijk blijven. Ja, nee, dat zeker. Want je neemt op zijn tijd en blijven lachen.